zwaar op. Hij ondervond vanaf dat moment jarenlang geen liefde meer in zijn leven. Hij vluchtte naar zijn grootmoeder. Weten papa en mama dat jij hier bent? Jij mag hier blijven, maar ik zal ze een bericht sturen. Zullen wij een kaarsje voor ze aansteken? Eentje voor papa. Natuurlijk. Voor Maurits. Maurits is dood. Dan denk ik, wij moeten zeker voor hem. Grootmoeder Anna Polona trok zich steeds verder uit het openbare leven terug. Ze stierf toen ze 70 jaar was. En de kroonprins, wie wil zelf, was na het verlies van zijn broertje Maurits onhandelbaar geworden. Tenminste, ja, dat vonden zijn ouders. Hij werd een paar jaar naar een internaat gestuurd. Maar blijft hij toch? Jij blijft zoveel mogelijk bij hem vandaan. En zijn opvoeding laat je aan mij. Mijn vader heeft meer in de opvoeding geïnvesteerd dan in jou en jou. Oh ja? Ja. Beetje de held uithangen op Waterloo. Voor de rest heeft hij nooit een vinger uitgestoken. Hé. Jij bent zo goed en verheven. En maar klagen hoe afschuwelijk je het hebt. Ga gewoon weg. Ga weg. Verdwijn uit mijn leven. Ga weg. Wij zouden dit niet doen. Niet nu. Het spijt me. Ik wil gewoon graag dat het goed komt. Komt goed. Toch? Ja. Ja. Hallo, jongen. Hey, jongen. Hey, zeg niks meer tegen je vader. Dag, vader. Kom, we gaan naar binnen. Koningin Sophie en mijn vader bleven, ondanks alles, bij elkaar. En misschien wel om hun verdriet te overwinnen, kregen ze nog een zoon. Alexander. Alexander, die heb ik nog gekend. Over zijn jeugd weet ik niet veel. Daarom, laten we maar een grote stap in de geschiedenis maken. We slaan zo'n 20 jaar over. Prins Alexander, die was wat ziekelijk. En misschien ook angstig voor de wereld. En daarom haalde hij de wereld naar zich toe. Hij toverde zijn huis om in een soort museum van moderne tijd, techniek, wetenschap en evolutie.
Ik noem het daarom altijd Alexanders Oranje Nassau Archief. Is het niet prachtig? Je hebt zeker 330 soorten. En deze komt uit Brazilië. De Ara Galopera. Ik heb het pas sinds gisteren, maar ze kent me al. Hè, Laura? Hè? Kan Laura al praten? Heb je er al wat geleerd? Buongiorno! Buongiorno, Ipanema! En mijn vader, nog steeds koning Willem III, was intussen ook 20 jaar ouder natuurlijk. En 20 jaar dikker. Wie wil mijn zoon de grote jager? Zo, je begint het te leren, jongetje. Maar het moet ook. Het moet ook? Ja, dat moet, ja. Hier, neem wat wijn. Ja, dank u. Neem nou wat wijn, joh. Nee, dank u, vader. Neem. Ik moet gaan. Waar moet je naartoe? Alexander wil me aan iemand voorstellen. Oh, je hebt een afspraakje. Misschien. Ja, je hebt een afspraakje. Dit is mijn broer. Wiewil. Woont ook in Parijs. Majesteit. Ja, we noemen hem Wiewil. Met al die Willem in de familie, dat leidt nogal eens tot verwarring. Mathilde en ik kennen elkaar van het zoologisch genootschap. We hebben daar een onderzoek gedaan bij diverse uilensoorten. Liefde op het eerste gezicht. Ja, ik geloof daar nooit zo in, maar... Wiewil en Mathilde, die... onafscheidelijk werden ze. Dit is Mathilde van Limburg Stierum, woont in Parijs en wij zijn verliefd. Verliefd? Moest ik daarom hierheen gelokt worden? Vader. Hè? Ik weet niet wat jouw plannen zijn, jongen. Excusez-moi, mademoiselle, mais ce jeune homme sont mon fils. Mon fils. Dan begrijpt u wel wat ik bedoel, hè? Vader, wacht. Wacht nou. Waarom doet u nou zo? Ik wil me gaan verloven met Mathilde. Snap jij nou waarom ik mij nog niet door jou heb laten opvolgen? Idioot. Je bent een zielige masturbant die zijn hersens heeft laten verweken. Jij verloopt je niet met haar. Sterker nog, jij mag kiezen. Of de troon overnemen en koning worden. Of haar. Al vond de romantische liefde aan het einde van de 19e eeuw wel overal in Europa ingang, voor de vaders en zonen van Oranje bleef het een bitter verhaal.